Goedendag en in deze video gaan we het hebben over een streepje. In de kalender uh, kan het namelijk zo zijn dat je een streepje onder de prijs of de beschikbaarheid terugvindt. En eigenlijk is dat een, uh, een ingebouwde uh, truc, uh, een, een soort van notificatie die jou uh, aantoont dat daar een handmatige overschrijving heeft plaatsgevonden. Ik, uh, ik ga even naar maart. Ik zal even een voorbeeldje doen. We hebben hier standaard uh, hebben twee kamers, zoals je ziet. Uh, staat er een boeking op, dan wordt de, de voorraad van die kamers uh, wordt netjes uh, verlaagd naar één. Uh, maar ik kan, uh, die voorraad kan ik ook gewoon uh, aanpassen via bulkwijzigingen. Nou, ik zal hier even een, uh, een aanpassingje doen, waarbij ik aangeef dat ik maar één kamer beschikbaar heb in die periode. Nou, je ziet dan inderdaad dat er een streepje onder komt te staan. En dat streepje dat is echt puur om, om aan te geven, hé, hey, uh, je hebt daar iets almatig over geschreven. Dus die prijs of die, uh, uh, die beschikbaarheid, die, die heb je matig aangepast. Um, ja, som, soms kan het gewoon wel makkelijk zijn, want als dat streepje er niet zou zijn, dan zou je zeggen, ja, wat, wat, hoe kan het nou dat nou dat ik maar één kamer heb, want ik heb er twee. Nou ja, met dat streepje is dat gewoon even makkelijk om daarin dus te zien. Van oké, okay, ik heb hem dus aan matig aangepast. Nou, kun je natuurlijk vanuit de bulkwijziging. Kun je dat ook weer makkelijk herstellen? Um, want ik kan hem hier gewoon weer op automatische beschikbaarheid zetten. En dan zal hij dus weer gewoon op basis van het aantal kamers. Uh, zal hij hem herstellen? Um, ja, hetzelfde geldt eigenlijk voor de prijzen. Dus als ik de prijs aanpas. Even kijken. Prijs. Ik maak er even 120 van. Ik sla hem even op. En dan zie je hier ook een streepje. Uh, ook op de subprijsprofielen, want op de subprijsprofielen rekent natuurlijk de prijs gewoon door. Uh, dus ook die ja, komen uiteindelijk ook voort uit hun, uh, uit hun bulkwijziging. Dus um, ja, zo kun je een videoetje maken over een simpel streepje. Maar ik denk wel dat het even een, uh, uh, een, een, een goede tip is om, uh, om in je achterhoofd te houden als je uh, aan het stoeien bent van hé, hey, waar komt nou die prijs vandaan? Hoe, hoe komt die prijs op deze manier in de kalender? Ja, dat streepje vertelt je dus eigenlijk al uh, ja, waar die vandaan komt.